Ja, ik heb een heel mooi visitekaartje bij me van Marcel van Zomeren, onze topchef van vandaag. Ja, een heel mooi idyllisch plaatje vind ik. En ja, het restaurant heet In den Rust, wat ja, een bijzondere naam. Absoluut. Kom je erbij? Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat is in 1597. 1597. Ja, zo oud is het pandje dus. En een hele oud-Hollandse naam. Het heeft altijd iets te maken gehad, het pand, met horeca. Vroeger had Rotterdam ook een hooligans. Nu gaan ze naar het stadion. Maar toen moesten ze een beetje buiten de stadsmuren gehouden worden. Dus In den Rust stond buiten de dijk. De verhalen, we hebben hele mooie boekjes over. De analen van In den Rust. En daar mooi. Wordt, ja, daar wordt over geschreven en daar werd altijd wel een pint bier of een kroeswijn of andersom verkocht. En het leukste, de benaming die ik ooit ben tegengekomen voor In den Rust, is verversingslokaaltje. Verversingslokaaltje. Ja, zoals een Belgische woord. Bijna klinkt het als Belgisch. Maar dat vind ik zo schattig. En het is, nou ja, zoals je zegt, heel idyllisch. Een super lief pandje. Goed, Marcel, wanneer ben jij er begonnen als restaurateur? Heel lang geleden. Als restaurateur in 1997. Ook samen met mijn meisje, Maaske, mijn vrouw, overgenomen. En daarvoor werkte ik er al geruime tijd. Ik ben in de Rusland in 1988 begonnen. Dus echt heel ouderwets lang dienstverband. Maar meneer Van der Horst, mijn voorganger, ja, die gaf mij zo'n kans. En ja, op mijn 23e kreeg ik daar volledig 23 jaar? Ja, kreeg ik 100%. Met beide handen gegrepen. Ja, ik was, nou ja, heel veel mensen raken makkelijk verliefd op zo'n pandje. Uh-huh. En ja, het straalt zo ontiegelijk veel sfeer uit. En ja, leuk. Ja, ik zou er ook verliefd kunnen op worden. Maar misschien ook wel op het eten en de keuken. Absoluut. Wat voor een keuken heb je? Mondiaal. Maar wel met een stevige klassieke Franse basis. Waarom kies je voor mondiaal? Nou, omdat er zo ontiegelijk veel invloeden zijn van overal ter wereld. Mede dankzij het internet, mede dankzij hele goede leveranciers. Doe je dan ook de Japanse, Oosterse keuken, absoluut. Marokkaanse, ja, whatever? Ja, Marokkaanse en Libanese keuken, mijn zin is een van de beste keukens ter wereld. Mm-hmm. Maar ook, ja, je hebt tegenwoordig zo heel veel ruimte om overal het beste uit te halen. Ja. En door middel van internet, door middel van goede transporten, door middel van zeer innovatieve bedrijven die het makkelijker maken voor ons koks om het heel makkelijk in de keuken te krijgen, ja, kan je heel veel doen. Ja, en ga je klanten daar heel goed in mee, in dat mondiale? Want dat is toch heel nieuw en heel vernieuwend en misschien een beetje afwachtend zijn ze dan? Absoluut, absoluut. Zeker gezien je entourage heb je natuurlijk ook een bepaald publiek. Ja. Wat je al heel lang volgt, omdat, ja, wat ik al zei, het is een oud bedrijf. Dus je hebt ook een hele diversiteit de groep van gasten. Zou je nu een modern restaurant kunnen, zou dat wel ietsje makkelijker zijn. Mm-hmm. Maar voor je eigen plezier en voor het plezier van je team, ja, wil je gewoon verder. Mm-hmm. En moet je zelf ook innoveren. En er zijn zoveel prachtige machines tegenwoordig waarmee je de perfectie benadert. Mm-hmm. De gast bepaalt wat perfect is. Ja. En maar wij proberen, ja, het zo ver te kneden naar de gast toe dat ze, ja, echt dat wauw-effect krijgen. Ja. En als er dan nog één goede reden is naast jouw bijzondere keuken dat ik echt eens zou moeten bij jou langskomen, wat is dat dan? Nou, de weinige dagen dat in Nederland, afgelopen zomer was top, maar de weinige dagen dat Nederland buiten kan eten, ja, zou je bij In den Rust dat moeten kunnen besteden, want het is een fantastisch terras. Echt waar? Ja, het is heel ruim en je zit helemaal beschut, hele fijne parkeergelegenheid en ja, dat maakt de gast nog verwender die avond. Oké, dan heb jij geluk, want ik heb iets met terrassen. Top. Zeer goed. Dankjewel. Maar eerst gaan we koken. 3 hele mooie gerechten. Dankjewel. Aan de slag.